Mevrouw de voorzitter, we hebben in de eerste termijn onze bezwaren tegen deze geamendeerde referendumwet uitgebreid kenbaar gemaakt. Het is een prachtig uitgangspunt, het referendum. De mensen een bindende stem geven bij nieuwe wetten. Ze mogen dan nee zeggen tegen bepaalde voorstellen. Maar het partijkartel heeft daar twee gemene trucs mee uitgehaald. Ten eerste de uitkomst van de stemming moet zo hoog zijn dat dat is in de praktijk bijna niet haalbaar. Je moet tussen de 100 en de 130% van de opkomst moeten tegen gaan stemmen als je een gemiddelde opkomst hebt. Dus dat gaat ontzettend moeilijk worden. En de tweede is dat er ook allerlei onderwerpen uitgesloten zijn van dat referendum. Niettemin hebben wij gezegd, wij gaan het aan onze leden voorleggen. En onze leden hebben gesproken. En wij bij Forum voor Democratie doen wel aan bindende uitspraken, bindende referenda van onze leden. Dus wij volgen met overtuiging de meerderheid van onze leden. Die hebben in een digitaal ledenreferendum met meer dan 55% gezegd dat ze uiteindelijk dit referendum, dit gemankeerde referendum, toch een kans willen gaan geven. We gaan het gewoon proberen. We gaan ervoor stemmen. We gaan tegelijkertijd aan het werk om het te verbeteren, om met verbetervoorstellen te komen. We gaan proberen een gemankeerd referendum stapje voor stapje te laten toegroeien naar een echt referendum. En ik heb een aantal moties om dat ook al meteen proberen gestalte te geven. Maar ik wilde daarmee beginnen. Wij gaan dus voorstemmen. Waarom zijn wij nou zo sceptisch over dat niet bindende? Dat is eigenlijk in twee plaatjes heel goed uit te leggen. Dit is het plaatje van de uitslag van 2005. Bijna 2/3 van de Nederlandse bevolking stemde tegen een Europese grondwet. En die kwam er gewoon toch, zoals we allemaal weten, alleen onder een andere naam. Het verdrag van Lissabon is hetzelfde verdrag als het verdrag tot vorming van een grondwet voor de Europese gemeenschappen. En de Nederlandse bevolking is dus volledig genegeerd, je kan eigenlijk zeggen monddood gemaakt, maar nadat ze eerst wel aan het woord mochten komen. En ten tweede, in 2016, associatieverdrag met Oekraïne. Oh, wat had de Nederlandse bevolking toen gelijk, want we zien nu waar dat toe heeft geleid, die stupide benadering van Oekraïne, wat een noodlottige oorlog tot gevolg heeft gehad, waar natuurlijk de Oekraïners in de eerste plaats vreselijk tragische slachtoffers van worden, maar wat had de Nederlandse bevolking dat goed gezien destijds al en wat vreselijk hoe daarmee om is gegaan. Ook hier Rutte met zijn inlegvelletje was allemaal niets van waar. Die associatieverdrag is er gewoon gekomen. Die toenadering van Oekraïne tot de EU, het handelsgedeelte, maar ook tot het militaire gedeelte. Dat zien we nu elke dag. Dus je ziet niet alleen dat de Nederlandse bevolking wordt genegeerd. Je ziet ook dat de Nederlandse bevolking keer op keer gelijk heeft. Dus dat is ook waarom wij zo voor die referenda zijn. En waarom we hopen dat ze uiteindelijk bindend zullen worden. Misschien dat de bode, als u dit nog even ter herinnering aan de leden van het kartel kan uitdelen. Want het kan niet vaak genoeg getoond worden. Ontzettend bedankt. Het zijn uw collega's. Collega's Tweede Kamer. Ik heb hier geen ambtsgenoten, heb ik. Maar ik heb geen collega's. Ja. Dat is beter dan het andere woord wat u gebruikte. Partijkartel. Ja. Dus deze twee zaken in herinnering nemend wil ik nogmaals benadrukken hoe belangrijk het is dat het bindend gaat worden. Maar niettemin, wij stemmen voor en ik heb 3 moties om alvast meteen te beginnen met de verbetering. Gehoord de beraadslaging, constaterende dat Nederland een democratie wordt genoemd, spreekt uit dat in een democratie de wens van de meerderheid van de bevolking leidend dient te zijn en dat uitslagen van referenda dus in beginsel gevolgd dienen te worden. En gaat over tot de orde van de dag. Tweede motie. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat het bindend referendum dat nu voorligt een te hoge uitkomstdrempel heeft, waardoor de kans minimaal is dat de Nederlandse regering de uitslag van het referendum als bindend volgens de wet moet beschouwen. Roept de regering op de uitslag, hoe hoog die uitkomstdrempel ook is, niettemin als bindend te beschouwen. En gaat over tot de orde van de dag. Tot slot, de Kamer gehoort de beraadslaging constateren dat het aantal op te halen handtekeningen om een referendum te kunnen initiëren per ministeriële regel zal worden geregeld.
roept de regering op het aantal op te halen handtekeningen niet hoger te laten zijn dan 300.000. En gaat over tot de orde van de dag. En tot slot wil ik de indiener van harte feliciteren met dit initiatiefwetsvoorstel. Het is een heleboel werk geweest. Het is een zware rit geweest. Maar laten we hopen dat, mede dankzij onze steun, het de tweederde meerderheid gaat halen.